De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft vandaag haar traditionele jaarafsluiting gehouden op het hoofdkantoor aan de Jagannath Lachmanstraat. Deze activiteit was tevens de afsluiting van het jubileumjaar van het bedrijf. De verschillende sprekers, onder wie bondsvoorzitter Robbie Maaien en Hendrik Klas, vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen, stonden stil bij de problemen waarmee het bedrijf het afgelopen jaar te kampen heeft gehad. De bondsvoorzitter benadrukte dat er vooral op het gebied van de beleidsvoering van de SLM meer duidelijkheid moet komen. Maaien wil zo snel mogelijk over alle belangrijke informatie van het bedrijf beschikken. We willen toch wel weten wat de status is van het luchtvaartplan, zodat wij onze beleidsplan kunnen toetsen aan dat plan. Want het moet er afgeleide van zijn. Of BPSLM hebben wij dat nog niet gezien. U weet, wij focussen het meest op HRM-gedeeltes. Formatieplan hebben we ook nog niet gezien. We weten niet hoeveel medewerkers er zijn, waar ze zitten en op welk niveau. Wat de gewenste bezetting is. En als er een planning is voor 2018, dan vinden we het wel raadzaam dus dat we weten wat die bezetting zou moeten zijn, zodat wij ons erop kunnen voorbereiden. We hebben een zeer bewogen jaar, haast zeer bewogen jaar, achter de rug. En zoals onze economie dat vertoont, zo kan je het ook een beetje terugzien bij de SLM. Maar wat mij als raadslid trots maakt en me trots laat blijven voelen, is dat we nog steeds echte SLM'ers hebben die hun schouder onder het werk blijven zetten. SLM-directeur Robbie Lachmising daartegen praat niet over problemen, maar uitdagingen van het bedrijf. Volgens hem heeft de SLM enorme achterstanden ingehaald in het afgelopen jaar. Ondanks de diverse tegenslagen meent Lachmising dat het bedrijf een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. We hebben de afgelopen jaren hebben we nog geen winst gemaakt. Financieel geen winst. Maar je moet niet alles uitdrukken in geld. Je moet kijken wat heb je gepresteerd en wat gaat het vroeg of laat opleveren. Het moet wel zo zijn dat de krachten die je nu geeft aan het bedrijf en iedereen, dat je daarvan moet weten dat ze op de long run toch positieve vruchten gaan. SLM-directeur Robbie Lachmising vandaag bij de traditionele jaarafsluiting van het bedrijf. Hij gelooft in betere prestaties van de SLM in het komend jaar.